woon hier niet alleen. Ik woon hier met een huishoudster en haar man en haar dochter. En die zijn alle drie erg zorgzaam en beducht voor mijn veiligheid. Maar dat klopt niet altijd en dat is mijn eigen schuld, geloof ik. Want laatst bijvoorbeeld zat ik beneden in de kamer en hoorde boven mijn hoofd een zacht gekraak in de vloer. En ik dacht, dat is in mijn kamer en er is niemand in mijn kamer, dus ik ga kijken, dat ligt voor de hand. Dus ik storm de kamer uit en vol toorn, omdat iemand in mijn kamer aan het knoeien was. En ik ben zo snel als ik kon de trap opgelopen. En halverwege merkte ik plotseling dat ik vergeten had het licht aan te doen. En op dat moment kreeg ik een enorme klap tegen mijn kaak. Ik was een ogenblik versuft natuurlijk, maar toen werd ik boos en sloeg terug. En ik voelde dat ik die man een flinke opdonder op zijn kaak gaf, op zijn eigen kaak. En daarop dook hij onder mij door, zo, naar de badkamer. Ik dacht, nou heb ik hem. Dus ik gooi die badkamerdeur dicht en merk toen dat het slot eruit hangt. En ik maakte hem open, die deur. En dan zag ik in het maanlicht dat de ramen kapot waren en dat hij door het raam naar buiten geklommen was. En ja, ik had het nakeken. Beetje à la Bommel, meneer Toonder. Eerst te doen en dan denken. Oh nee. Bommel zou dat niet gedaan. Die zou niet zo ver gegaan zijn. Bommel, als die een klap kreeg, dan zou die zeggen dat doet men niet tegen een heer. En die zou vertoornd die man de les gelezen hebben. Maar ik liet me gaan door mijn zwakheid. Mijn vader vroeg, wat wil je eigenlijk worden? Daar had ik al die tijd op zitten broeden en zoiets. Het is moeilijk voor een jongen om vast te stellen wat hij zijn leven lang verder gaat doen. Voor elke jongen, denk ik. Mijn moeder wilde graag dat ik veearts werd, omdat haar hele familie uit veeartsen bestond. En ik hield wel van beesten, hoor. Maar het idee om nou weer naar school te gaan, ik wou verhalen vertellen. Dat heb ik altijd gewild. Dus ik zei tegen mijn vader, ik wil striptekenaar worden. Dat vond hij niks, denk ik. Hij was stom verbaasd, hè. Hij zei, tekenaar. Daar kun je geen geld mee verdienen. Dat is voor de aardigheid. Dat doe je in je avonturen. Maar wat wil je worden? Wat? Ik zei, nee, ik liet hem die tekeningen zien. Ik zei, die zijn toch beroemd. Want je hebt zelf in mijn prille jeugd heb je die comics, die American Comics, meegenomen. Dus daar zit een vak in. En toen dacht hij even na. Toen zei hij, ik geef je een jaar om te bewijzen dat er geld mee te verdienen is. Dat was heel aardig van hem. En ik was toen van school af. En na dat jaar kon ik hem dat gelukkig bewijzen, want ik verdiende 3 hele rijksdaalders in de week. Dus veel geld in die tijd. En vond hij het vak ook een echt vak? Heel langzamerhand. Hij heeft me nooit gezegd dat hij een echt vak. Alleen toen hij na de Tweede Wereldoorlog thuis kwam, heeft hij het serieus genomen. Omdat hij toen zag wat er voor mogelijkheden in zaten. Maar hij had de aardigheid erin, omdat hij zelf een verteller was. In zijn hart was hij dat. Hij schold erop en op zijn Gronings zei hij dan dat allemaal leugens waren, verhalen. Dat maar is ook zo? Hè? Het is natuurlijk zo, ja. Maar leugens vertellen is veel leuker dan de waarheid. Ja. Dat is waar, hoor. De waarheid is zo onbarmhartig en zo naar en onlogisch. Verhalen zijn logisch, die hebben een draad, een begin en een einde. Zo hoort het te zijn. En ons hele leven bestaat eruit dat we proberen er een verhaal van te maken. Niet echt te leven. Dus het is een eerzaam beroep. Dat kan ik ook verdedigen tegen iedereen, hoor. En hij zag dat in, na al die tijd. Dat is voor mij een van de grootste ogenblikken geweest, eigenlijk, toen hij dat toegaf. Dat vond ik geweldig. Ook met zoveel woorden? Met zoveel woorden, ja. Want hij zei niet zoveel. Hij was een echte Groninger. Hij verzweeg dat.
Je kon aan zijn gezicht zien of hij met zo'n besmuikt glimlachje of met zo'n twinkeltje in zijn oog, kon je zien of hij iets aardig vond. Of hij was nurks en zwijgend. Hij schold niet. Hij heeft nooit iets gezegd dat het nadelen. Maar je voelde hoe het was. En als hij naar je lachte, dan was je dag goed? Ja, dan was er iets heel bijzonders, ja. Ja, ja, dan kon je heel rustig gaan slapen, ja. Meneer Toner, ik weet dat u klaar bent met Bommel. Ja, ja. Al heel lang. Zou u, om ons een genoegen te doen, nog één keer zijn hoofd willen tekenen? Ja, daar heb ik geen bezwaar tegen. Dat wil ik nog wel een keer doen, ja. Ja, ik zal het proberen. Waar zit het meeste werk? In Bommel zijn hoofd? In zijn hoofd zit er alleen het werk als hij moet acteren. Ik bedoel, het poppetje tekenen, dat is op zichzelf geen hoofdzaak. Het gaat om de gelaatsuitdrukkingen. Bijvoorbeeld, als ik hem een beetje verlegen teken. Met een klein glimlachje zo. En dan. Ja. Dan heeft hij die hangwangen. En dan acteert hij. Dan volgt zijn houding dus uit de kop eigenlijk. Het poppetje zelf, dat is, dat is routinewerk. Dat is een kwestie van proporties, hè. Het is druk. Kunt u me ook kwaad laten kijken? Woest? Heeft Bommel gelaatsuitdrukkingen erbij gekregen in de loop van de jaren? In de loop van de jaren heeft hij er veel bij gekregen, hoor. Toen hij pas begon was het nog een heel glad rond gevalletje zo. Maar nu heeft hij dit en de wangen zijn wat uitgezakt. En hij heeft wat wallen onder de ogen gekregen. Ja, ja. En als hij er erg jong en jeugdig opeens erg stapelverliefd of enthousiast uit moet zien, kun je die een beetje wegsminken voor hem? Dat is mogelijk, hè? Ja. Ja. Maar nu. Nu boos. Nu is hij boos. Nou ja, wenkbrauwen naar beneden. En dit loopt dan allemaal wat verder door. Ja, is dat een soort wet die je kunt zeggen? Hoe meer een mens in zijn hoofd heeft, of aan zijn hoofd heeft zitten, hoe meer je er als tekenaar mee kan? Ja, dat is een feit, ja. Daarom is het tekenen van oude mensen dankbaarder als van jongen. Jongen, dat is wel aardig om te zien, wel pretty, maar ze hebben de uitdrukking niet. Het is het acteren wat het doet, hè. Dat maakt de mens. En daarom al die gezichtsuitdrukkingen zijn veel belangrijker dan het poppetje zelf, het lopen of wat ook. Ik wil u ook wel eerlijk bekennen dat u de wenkbrauwen hebt die ik later wil krijgen. Oh ja? Ja. Ja. Dan moet je goed het best doen, hoor. Dit is een van die dingen die je makkelijk krijgt. Het gaat vanzelf. Maar als je ze tekent, dan kun je er wat aan doen. Wat zijn behalve die wangen en die wallen nog meer dingen die Bommel in de loop van de jaren heeft bijgekregen? Nou, hij is wat zwaarder van postuur geworden, hè. Meer buik gekregen. En wat korter in de hals. Een kortere hals? Ja, wat korter in de hals. De schouders zijn wat meer opgetrokken. Ja. Vooral als die kwaad is. Dan krijg je dat effect natuurlijk. En dan kun je ook het uitbreiden van de armen. Dat slaat allemaal op de gemoedsgesteldheid. En hier, als die ingetogen is, verschrikt is, dan blijft er niet veel van over. Dan wordt hij smal. Dan wordt het een mannetje. Ja. Dit zet uit en dat krimpt in. Ja. Weet u eigenlijk iets dat nog leuker is dan tekenen, meneer Toner? Het is wel tekenen, maar het is een bewegende tekening. En dat is een vak op zichzelf. Als je bijvoorbeeld zoiets als dit tot leven zou kunnen maken, zoals dat, dat is eigenlijk waarvan ik altijd gedroomd heb.
de zwelbast. Toen stopt het boek. Ik vind dit niet het moment om te gaan ravotten, meneer Joost. Als kleine zelfstandige... Wat? Heer Bommel vangt een zwelbast. Ga weg! Ga weg! Ga weg! Niet bang zijn, heer Olly. Hij vindt u, geloof ik, aardig. Aardig? Hij zag u als eerste toen hij uit het ei kwam. Eerste? Ja, hij denkt dat u zijn vader bent. Was het een harmonieus gezin waarin u bent opgegroeid, meneer Tandy? Nou, ja, het was makkelijk om harmonieus te zijn. Hij was er nooit. Ik had dus alleen een moeder. Mijn moeder was wat depressief. Ze las veel, ze zat in haar stoel, bewoog niet zoveel. Bemoeide zich betrekkelijk weinig met ons. Ze las geen verhaaltjes voor, ze speelde niet met ons. En wij waren met z'n tweeën en onze fantasieën waren gelijk. Dus we maakten een fantasiewereld en daarin hebben we jarenlang verkeerd. Met onze moeder als het geheimzinnigste middelpunt. Ze had voor ons wel degelijk een functie. Die functie was van de moedergodin eigenlijk. Als ze ja zei, was het ja. Als het nee was, was het nee. Er was geen verbreken aan. Veel warmte kwam daar niet uit, maar ook niet veel kou. Er kwam een gevoel van veiligheid, dat gaf ze ons. En als mijn vader thuis kwam, was er altijd een onderbreking. Van een week, 10 dagen was hij thuis. Dan was alles plotseling volgens zijn wet. En ik waagde het ook niet om dat te onderbreken, want er ging een geweldig gezag van die man uit. Van een grote stem, een grote snor. Hij was kapitein. Hij was kapitein. Wat wil je nog meer? Inderdaad, inderdaad. Zo heb ik hem ook wel te gevoeld. Ja. Hij maakte er nooit misbruik van, maar zijn woorden waren wet. Maar een harmonieus gezin, dat is het eigenlijk niet. Hebt u toen u zelf... getrouwd was en kinderen kreeg, het anders willen doen? Ik heb het heel anders willen doen, ja. Ja, ik dacht dat gebrek aan warmte en dergelijke, dat we moeten dat op een andere manier oplossen. Maar toen brak de oorlog uit. En toen was alles anders. Mijn zoontje, die hebben we overgebracht naar zijn grootmoeder. Die grootmoeder woonde in Soesterberg en daar was het veilig en daar was eten en daar was alles. Daar had hij geen zorgen. Daar heeft hij het goed gehad, door de zorgen van zijn grootmoeder, niet door ons. En toen wij onze jongste zoon kregen, op een ongelukkig tijdstip in het eind van de oorlog, in 1944 was dat. Toen was het natuurlijk allemaal verkeerd. Fini heeft 4 dagen over de bevalling gedaan. Verpleegsters waren er niet, want de echte verpleegsters waren in Duitsland. Het waren dus allemaal jonge leerlingverpleegsters. Geneesmiddelen waren er ook niet, dus ze kregen een trombose in het been. En Onno die is toen naar een kinderafdeling gebracht. En Fini moest bewegingloos op het bed liggen voor de trombose. Ze hebben elkaar dus niet gezien de eerste maanden. Hij heeft maandenlang alleen liggen schreeuwen. En toen hij zijn moeder zag, was hij stil. Maar natuurlijk was dat een slecht begin voor zijn leven. Ik hoop dat de gevolgen voor die kinderen niet te ernstig zijn, maar dat weet ik niet zeker. We hebben het daar nooit over. Ze waren te jong om het te realiseren. Is dat niet raar, meneer Tonen, dat iemand als u, die zo bereid is om daar achteraf over na te denken,
en zo goed in staat is om zijn emoties onder woorden te brengen als u dat wilt, dat u daar nooit over spreekt met ze? Het heeft geen zin om erover te spreken. Dan is het net of ik me beklaag. Zij zijn normale mensen geworden, normale mannen geworden. En ze hebben hun eigen gedachten misschien. En ik reken erop als die verdrietig of vervelend zijn dat ze me dat zullen zeggen. Maar ik ga dat niet oprakelen. Doet al zeer genoeg. Wat zegt u? Doet al zeer genoeg. Ja, zo is dat. Ja, zo is dat, ja. Ja. Ik kan het niet herstellen ook. Ik kan ook niet eens zeggen, het spijt me. Want alles was zoals het was. Het was oorlog. Het was oorlog, ja. Ja. Het was oorlog. U had een studio, een heleboel personeelsleden en er werd doorgewerkt. Is er ooit een moment geweest dat u eraan getwijfeld hebt dat dat een goede keuze was? Nee, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Nee, het was de enige keuze. Waarom de enige keuze? Het was oorlog en er waren allerlei krachten aan het werk om alle jonge mensen in Duitsland te krijgen. Om mensen in kampen te krijgen. Dus het was geen keuze. Natuurlijk deed het enige wat goed was. U hield ze aan het werk en u hield ze thuis. En u hield ze uit Duitsland. Ik hield ze uit Duitsland en in sommige gevallen zelfs uit de kampen. En dat was een logische daad. Er was geen heldhaftigheid, niets. Schoon. Nu is deel 3 van uw autobiografie verschenen. Deel 2 was uit. En opeens was er gelazer over het feit dat u, zoals zoveel andere mensen, hadden doorgewerkt in de oorlog. Ja. Hoe hebt u eigenlijk gereageerd van binnen, de eerste keer dat dat in de krant kwam? Tot mijn spijt erg boos. Ik was er erg kwaad om. Het kwaad door de manier waarop het gebeurde. Dat er met grote letters plotseling in het Algemeen Dagblad stond van meneer Gerritsen. Toen er was fout in de oorlog. Een opmerking die nergens op sloeg. Hij verklaarde dat door te zeggen dat ik lid was geweest van de cultuurkamer. Ik was lid van de vereniging voor journalisten. En die is later blijkbaar opgenomen in de cultuurkamer. In de tijd dat ik mij aanmeldde was er nog geen cultuurkamer. Dat was in 1941. De cultuurkamer kwam in 1942. En waar ik mij over opwond, dat was dat alle andere kranten, vele andere kranten, gewoon dat nieuws overnamen. Soms met grotere, soms met kleinere koppen. Hij was verkeerd in de oorlog. Het ergert me nog steeds. De oppervlakkigheid en de naargeestigheid waarmee de mensen dergelijke dingen opsporen. Zonder enig begrip voor wat er gebeurd was. Voor de goede orde, voor wie al die kranten niet gelezen heeft, wie het Riot belt, krijgt als antwoord: Toonder was nooit rechtstreeks lid van de cultuurkamer. Hij was lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. En is later op die manier, met al die andere leden, op de indirecte wijze dus lid van de cultuurkamer gemaakt. Inderdaad, ja. Ja. En dat is alles? Dat is alles, ja. Hebt u er later ooit gedonder mee gehad? Ik heb daar indirect last van gehad, doordat de overste Donkersloot, het was een dichter van huis uit, die in de oorlog in een kamp gezeten had, die is tot lid benoemd, tot voorzitter benoemd van de ereraden. En daar heb ik dus een onderhoud mee gehad. Die liet mij bij zich komen en zei, u hebt gepubliceerd gedurende de oorlog, wat hebt u daarop te zeggen? En ik zei, ik heb gepubliceerd gedurende de oorlog, omdat... Dat is genoeg, zei hij. Dat is genoeg. Ik schors u. Ik heb daartegen geprotesteerd op indirecte wijze, door gewoon maar het naast me neer te leggen. Ik heb dit altijd de meest dwaze vertoning gevonden die er was. En die ook met eer of raad niets te maken had. Maar u hebt gekozen om er niks tegen te doen? Om er niks tegen te doen, nee. En er ook niks van te zeggen? Ook niks van te zeggen. En het ook niet uit te leggen? Ook niet. Nee, ik kon dat niet uitleggen. Ik ga toch niet uitleggen, kijk eens hoe braaf ik geweest ben. Of wat goede dingen ik gedaan heb. En ik heb het in de oorlog zo goed... Niks. Tegen een dergelijke prul van een vent ga ik niet zitten praten.
Als hij me wil schorsen, moet hij dat doen als hij dat kan. Ik las in uw autobiografie dat u na de oorlog twee gasten in huis had. Een mevrouw die haar man was kwijtgeraakt in de oorlog. Ja. Een Jood die naar de kampen was gegaan en nooit meer terug is gekomen. En een mevrouw die haar man tijdelijk kwijt was, omdat hij vanwege het lidmaatschap van de NSB in een kamp zat. Ze zat in een kamp achter ons huis, ja. Niet veel mensen hadden vrouwen uit zulke verschillende posities samen te gast in één huis. Nee, dat ben ik met u eens, nee. Achteraf ben ik dat met u eens. Maar dat kwam zo gaandeweg. De ene was een nichtje van mijn vrouw, die met een Jood getrouwd was en zij zelf was half Joods. Zij was in de oorlog steeds ondergedoken geweest en had na de oorlog geen huis, niks meer, alles weg. En de ander die was alles afgenomen omdat ze de vrouw van een NSB'er was. De vrouw van een NSB'er. En die was opgesloten in het kamp achter ons. Voor dat kamp heb ik me diep geschaamd, werkelijk. De behandeling in dat kamp was schandalig. We zagen die mensen langstrekken in hun pakjes. Maar de toestand in huis was natuurlijk eigenaardig. Want die vrouw stond naar dat kamp te kijken en naar de man die er langs marcheerde. En dat nichtje van mijn vrouw, met dat verleden van het Joodse kamp, een man die niet meer teruggekomen was, die stond naar die vrouw te kijken. En wat die twee gedacht hebben, dat weet ik niet. Maar dat heeft iets fascinerends, iets afschuwelijks. Dat is wat mensen elkaar aandoen. Voor iemand die zo lang niet in kleur heeft willen tekenen, hebt u een prachtig talent om de dingen niet zwart-wit te willen zien. Nou, ik houd van kleur, dat is waar. Ik houd van kleur. Maar zwart-wit is een heel mooi middel om je gevoel te uiten. Ik weet dat het niet voldoende is. Zwart-wit is, de wereld is niet zwart-wit, de wereld is grijs. De midden. De taal. Maar als je zwart en wit kan tekenen, dan weet je dus wat de dingen zijn die je moet vermijden. U bent 55 jaar getrouwd geweest met Fini Dick, ja. Die helaas niet meer onder ons is. Hoe verdroeg zij eigenlijk het vertoon dat op een zeker moment om u heen ontstond? Want u bent toch op een zeker moment zo ongeveer de Walt Disney van de Lage Landen geworden? Ja. Banketten. Mm-hmm. Koninklijke ontvangsten, nou ja, wat het mens dan altijd ten deel valt. Ja. Hoe verdroeg zij dat? Met veel geduld. Dat klinkt niet best. Oh, jawel. Ja. Nee, ze vond het erg leuk voor mij. Voor zichzelf, ze vond het interessant om erbij te zijn. Ze kon goed opschieten met iedereen, dus ze vond het wel leuk. Ze gunde het mij. Maar ze was er nooit jaloers op, of ze dacht nooit van wat een haantje en wat is die weer bezig. Ze had altijd meegevoel. Het kwam ook wel omdat ze zelf niet zoveel ambitie had. Ze had allerlei talenten, hele massa eigenlijk. Maar ze had geen ambitie om daarin uit te blinken. Ze wou geen exposities houden. Ze had moeite met het zetten van haar naam onder haar werk. Ze had dat niet. En op de een of andere reden die ik nog steeds niet weet, had zij dus de compensatie van mijn werk, wat voor haar hetzelfde was als haar eigen werk. Maar u bent nooit zo ver gekomen dat u dat kan doorgronden? Ik begrijp niet hoe dat werkt, want ik heb dat niet. Ik ben anders.
Dat weet ik zo langzamerhand. Hoe langer hoe dat geleden is en dat ze stierf, hoe langer dat geleden is, hoe meer ik begrijp dat ik toch niet alles van haar begrepen heb. Niet dat ik dat als gemis voel. Het is meer een soort winst die je hebt aan jezelf. Dat je meer dingen gaat begrijpen dan je vroeger deed. Kunt u aanwijzen wat nou achteraf de makkelijkste tijd van uw leven is geweest? De simpelste tijd, moet ik eigenlijk zeggen, van uw leven? Ik heb zo'n idee dat dat was toen we hier naar Ierland gingen. Dat was een simpele tijd. Je werkte gewoon maar aan dat wat je leuk vond. En zij deed hetzelfde. En we hadden belangstelling voor elkaars werk. Dus dat was echt een tijd van, nou ja, een ideale tijd eigenlijk. Je had een tijd geleden dat liedje over vroeger. En een van de regels is, toen was geluk nog heel gewoon. Ja. Dat is eigenlijk een hele rare zin. Dat is een rare zin, ja. Ja, ook een gevaarlijke zin eigenlijk, want het is waar. Als geluk gewoon wordt, dan weet je dus niet meer wat geluk is. En achteraf, ik kan dat nu zeggen, achteraf weet ik dat ik veel tijden van geluk heb gekend zonder dat ik het wist. Dus dan weet je wat een enorm gemis dat eigenlijk is. Hè? Dat hebt u laten glippen? Ja, of laten glippen. Dat laten we denk ik allemaal voortdurend glippen. Voortdurend, ja. Ja. Je bent je niet bewust wanneer je nou echt happy bent. Pas later als het te laat is, als je partner verdwenen is, ga je, jezus, wat was ik toen gelukkig. Maar ik wist het niet. Ik dacht dat het gewoon was. Dat is heel, heel bedroevend hoor. Maar als je nou oud en wijs en grijs geworden bent, kun je die momenten dan terugpakken? Kun je dat alsnog? Ja, dat zijn herinneringen. Hè? En herinneringen zijn toch altijd maar, het zijn voortbrengsels van je geest. Het is fantasie. En die fantasie is nooit meer werkelijk te maken. En dat is een bittere pil. Er zijn mensen die, vooral toen zij gestorven was, die zeiden, ja, jullie hebben zulke prachtige herinneringen, daar zal je wel veel steun aan hebben. Nou, dat was niet zo lam en zo ellendig als die goede herinneringen. Erger dan de slechte. De slechte, die zijn goed afgelopen. Dan had je een afloop. De goede, die heb je niet gebruikt. En dat is moeilijk. Dan zou je willen dat je die goede ogenblikken nog een keer over kon doen. Dan zou je ze beter gebruiken. Om wijzer te worden en meer tot elkaar te groeien. Maar nou hebt u al die wijsheid vergaard. Nu. Wordt u daar dan misschien ongelukkiger van? Ik word daar ongelukkiger van. De eenzaamheid gaat je des te sterker drukken. Op het moment dat je dat bewust bent, dat je weet dat je dus de beste delen van je leven in een soort een gewoontegevoel hebt ervaard, dan word je dus eenzamer van dan je was. Dat je weet dat er eigenlijk niks over is. Dat de mens alleen eigenlijk niet volledig is. Dat het doel van je leven weg is. Het doel van je leven is om elkaar te helpen, gelukkig te maken. Alleen kan je zeggen, God, wat leuk is dat. Dat zeg je tegen jezelf. En dan zeg je tegen jezelf, ja, dat is leuk. En dan loop je weer verder. En dan is het over. Er is niks echt leuk. Leuk ontstaat pas als je het kan uitwisselen. Wat mooi is dat. Of wat geweldig is dat. Wat indrukwekkend is dat. Als je voor jezelf vaststelt wat indrukwekkend is dat, dan loop je daarna weer verder. En er is niets gebeurd. Daarom is natuurlijk de dood van je metgezel des te erger. Want daarmee vervalt de hele vrucht van alles wat je gedaan hebt. Het vervalt. Wat je overhoudt is het grofstoffelijke, als ik het zo mag uitdrukken. Het grofstoffelijke vleeslichaam, en dat is eigenlijk niet veel waard. Het zijn gedachten, het gevoel is weg. Want in dat prachtige huis, in dit prachtige land, bij die prachtige open haard, zit u 's avonds alleen. Alleen, ja. En dat is soms onverdraaglijk. Ja. Maar ja, daar kun je niet veel over vertellen.
Ik ben niet van plan om een zure, eenzame kluizenaar te worden, dat niet. Maar het weten dat je daar alleen zit is zo verschrikkelijk armoedig. Het heeft allemaal geen zin. Veel mensen denken dat we hier in Ierland in een soort kasteel wonen. Ik heb dat al vaak gelezen. Maar het is in werkelijkheid een gewoon landhuis. We hebben dat gekocht van de weduwe van een kapitein. Die kapitein had dit huis gekocht omdat hij wat geld verdiend had door het gokken op een paard. Hij had een tip gekregen, een nieuw paard. En omdat hij al zijn geld erop gezet had, was hij een rijk man. Hij heeft hier geleefd dus met het feesten en al die dingen. En toen hij doodging was alles op. De vrouw die zat in, dus in een huis wat te rijk gemeubileerd was, heeft alles verkocht. Stukje bij beetje, jarenlang. Totdat ze helemaal arm was en verkocht toen dus het huis. Verkocht dat aan ons. Toen had zij zelf dus weer een vermogentje en is daarmee naar Engeland gegaan. En omdat ze wist hoe je geld verdienen moest, heeft ze al dat geld dus op een paard gezet in Engeland. En dat paard heeft natuurlijk verloren. Want paarden verliezen altijd. En toen was ze dus doodarm en had niks meer. En toen is ze hier in het huis terechtgekomen, waar ze nog een paar jaar geleefd heeft. Ze dacht dat dit hier haar tuin was, dus we zagen hier dikwijls door de tuin dwalen. Maar dat heeft maar een paar jaar geduurd. Toen stierf ze. En de les is dus, alle paarden verliezen altijd, behalve... Behalve Highfield. Highfield wint. En dat is ook de reden dat dit huis Highfield Lodge heet. Maar verder winnen ze nooit hoor. Kunt u uitleggen wat de Ieren onder de Sí verstaan? Dat is heel moeilijk uit te leggen, want de Sí bestaat eigenlijk uit een volkstam die hier voor de Kelten was. Maar die veranderd zijn in natuurgeesten. Dat is een verduveld vervelende naam om ze te geven. Maar ze leven onder de grond. Ze leven hier in de natuur en ze wonen op plaatsen waar je ze voelt, maar niet ziet. Als ik dat ga omschrijven, dan ben ik de man die kaboutertjes ziet. Ah, die oude baas gelooft in kaboutertjes. Ja. Ja, nou zo is het echt niet. Nee, de kaboutertjes zitten in je eigen hoofd, maar je voelt ze. En er bestaan wel degelijk krachten die zich niet laten omschrijven. Shakespeare wist dat al. En als je het echt wil weten, dan moet je hier naar Ierland komen. En bijvoorbeeld in zo'n verlaten dorp of in zo'n streek waar niemand woont, daar een poosje te gaan zitten, een tent te nemen. Dat lijkt me een goede opgave voor veel mensen. Zijn de krachten van die kleine mensen altijd positief? Ze zijn niet altijd positief, nee, nee. Ze hebben een eigenaardig soort humor. Ik wil niet zeggen dat ze kwaadaardig zijn, maar ze houden je wel voor de gek. Er zijn dingen die zoek raken bijvoorbeeld. Er zijn klokken die stil blijven staan. En die op een onverwacht moment weer gaan lopen. Nou ja, daar wemelt het van dat soort grappen. Dat is speciaal de taak van de Pooka, die Shakespeare de Puck noemde. Die speelt hier een grote rol. Dat is een van de little people. Van de Sí, ja. Ja. Je hebt de Banshee, dat is die oude vrouw die huilt wanneer een lid van een familie sterft. Die hoor je huilen. Ik heb de oude Mrs. Egan gekend. In de familie had hij een banshee, dus die wist precies of er een neef of wie dan ook in Australië of in Amerika die aan het sterven was. Die zei, sterft iemand van de familie. Van de clan. Van de clan, ja. En dat heb je nog nooit raar gevonden, zo'n uitspraak? Ik vind hier in Ierland niets meer raar, nee. We pikten
in uw huis het verhaal op dat ook in uw huis een gast soms verblijft? Ja. Ja, ik praat daar liever niet over, want ik weet niet wanneer die het aardig vindt of niet, hoor. Het is zo dat ze vaak geïrriteerd raken hier. Als je dat tegenover een vreemde daarover gaat spreken. Maar inderdaad, er is een aanwezigheid in dat huis. Het is geen spook. Het is een aanwezigheid. Die je kan zien, je kan hem voelen, je kan hem waarnemen soms. En verder zegt u liever niks? Nee, liever niet. Dat is niet aardig, dat is niet gastvrij. Je moet vooral voor zo iemand een goede gastheer zijn. En verder begrijpen dat het huis net zozeer van hem is als van u? Ja, inderdaad. En hij is een groot deel van het leven van het huis. Er bestaan huizen die helemaal dood zijn. Je voelt het als je binnenkomt. Het zijn dode huizen. En ik geloof dat ik het voorrecht heb een levend huis te hebben. Maar dat is niet alleen door het stenen leven, maar dat is een levend huis met een ziel. Ja. Er is nog één ding wat ik u wilde zeggen. We hebben het nu gehad over mijn werk, mijn eenzaamheid na de dood van Fini. En dan wil ik u in ieder geval toch zeggen dat er iets gebeurd is in mijn leven doordat ik een jaar geleden de componiste Thera de Maris Oyens heb ontdekt en ontmoet. En ik heb haar hand gevraagd, een verand gehaakt, zoals Bommel zei. En ze heeft ja gezegd. En daardoor is mijn leven veranderd. Was u benauwd om het te vragen, meneer Toonder? Dat was ik helemaal niet, nee. Het ging vanzelf. Het ging vanzelf. Mag ik u van harte geluk wensen, u beiden. Kunt u een lang leven. Dank u wel.